Stef, alles in orde? Je moet dat amuseren, meneer. Oh, iets te gehoorst, hé. Hoe gaan we dat rijden? Overdreven snelheid, roekeloos rijden, onrechtmatig gebruik van de pechstrook. Ja, maar dat is nog wel mijn fabriek, hè. Dus moet je hier als allemaal parkeren? Ook ik 5 kilometer moet omrijden om van de autostrade te geraken. En toch heel die banen moet weer een keer. Weet jij hoeveel tijd dat kost? Identiteitskaart, alstublieft. Al ik weet niet hoeveel keren heb ik voor een aparte afrit gevraagd. Maar daar hebben die lamzakken van de regering geen tijd voor. Maar voor een paar onhoerslijks van de Rijkswacht. Hè, in een anonieme auto u de nafte te laten verdoen. Laatste verwettigingen, meneer. Identiteitskaart. Hé, rustig. Gaat het hier dus wel tegen iemand die werk heeft om duizenden mensen hier in de streken, hè? Moet men een bazaar naar Hongkong verplaatsen misschien? Of Malawi? Hè? Heel vakbonden, heel milieuwetten en flieken die al een paar frank genoeg hebben om te weten wanneer ze de smoel moeten om. Hier blijft hier staan. Ja. Ik ga naar de auto en roep een versterking, meneer. En bel toch al de eerste keer morgen hebben we kolonel en doe op de groen. Wacht, wacht. Ik wil Jacques zijn privé-nummer geven. Ah, je kent de kolonel? Dus dat wacht, minister. De graven. Hij doet wat je niet laten kunt, hè? Maar als je mijn werkse des nooit wegtakelen, toch wil je nooit geen promotie meer maken. Dat is goed. Wacht, meester de graven.